Mensen, we gaan vandaag kijken naar een nieuwe aflevering van 90 Days Fiancé. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, moet ik eerst zeggen, je kan exclusief 90 Days kijken op discoveryplus.nl. En als je denkt, ja maar nee, kom aan, ik heb 1 euro ergens tussen de kussens van mijn bank liggen, hooguit. Mooi! De eerste 3 maanden zijn 1 euro. Dat is echt waar. De eerste 3 maanden zijn 1 euro. Dan kan je gelijk CES to the Dress kijken. Of Animal Planet. Goed. Weten jullie nog dat ik jullie vorige week heb voorgesteld aan Brandon? Dat is zeg maar die guy die zijn moeder haat. En dit is mijn vader. Mijn vader is mijn allerbeste vriend. En ik zou niet kunnen leven zonder hem. Oh ja, trouwens, dit is mijn moeder. Bla bla bla, zij is er ook. Fucking bitch. Maar mijn vader. Nou, hij en zijn fucking moeder. Die bitch. Die gaan vandaag eindelijk zijn strippervriendin uit Rusland ontmoeten. Genaamd Julia. Hij heeft sowieso verteld over zijn bitch mom. Kijk, zij pleegt gewoon een aanslag op die moeder. Ze geeft dat karretje gewoon net nog even een zetje voor de... Tering hard een karretje tegenaan duwen. Hé, hey, ik heb het gedaan. Zo in zijn oor. Ik heb het gedaan wat je zei. Fuck haar. Ze is inderdaad lelijk, what the fuck? Ik ga terug. Het duurt lang, wel. Hoe lang zoenen zij? Het duurt ongemakkelijk lang, maar volgens mij na een dag of 3 waren ze klaar met zoenen en ging zij eindelijk die ouders ontmoeten. Hi. I'm so glad you're here. We're so, oh, happy we're so glad to see here. You. Yes. Finally. Yes, the anticipation of it. Oh my word, we're so glad you're here. Oh god, gaan ze weer? Nee. Nou, ze zijn wel verliefd. Of nou ja, dat is de vraag altijd hè, bij 90 Days Fiancé. Zijn ze verliefd of willen ze Amerikaan worden? Je weet het nooit. Of nou ja, ik heb wel een vermoeden. Oh my god, I stay here. I stay American. Like, I touch American. No. I look at American people. I say, oh hi. I take a green card and stay here. Joke. Bij haar bijvoorbeeld denk ik dat ze verliefd is. Gewoon alles zeggen wat je meent. En daarna, grapje. Ik heb chlamydia. Grapje. Maar goed, het was een leuke en lieve kennismaking. Beetje ongemakkelijk wel. Maar niks vergeleken met dit. Brandon, this is the most important moment in your life. Oh. Phew. Stop. Ja, nee, is naar jou. What does that mean? What does that mean? Nee, nee. Niet in het Russisch antwoorden waar je moeder bij is. Nu denkt ze toch gewoon dat je een keuze hebt gemaakt. Straks naait je vriendin je ook. Je kent hem niet zo super lang. You know what he said? You called you a bitch. He only loves his dad. Fuck you. Kijk ook die moeder. Zij zegt nu gewoon... Brandon, ik zou oppassen, man. I'm a beat your ass. Die guy. Fuck you, regisseur. Fuck you. Americans are really weird. Ik heb honger. What the fuck doen we hier nog? Laten we kijken naar zijn laatste secondes op aarde. Die aanslag op zijn moeder was namelijk niet gelukt. Nou goed, dit was even de update over Brandon. We gaan zo verder. Maar nu wil ik jullie aan iemand anders voorstellen. Yo, yo, you can hear me in the headphones? Yeah, bro, I got you. Dope, let's make some magic today. Bro, wait till you hear this. My name is Tariq, I'm 46 years old and I live in Virginia Beach, Virginia. Wow, deze guy is dubbel virgin. Deze guy is dubbel maagd. Nee, de virgin level is zo high. Wanneer is hij geboren? Tussen 22 augustus en 22 september... Girl, your hot sauce, hella hot sauce. Pretty little ghost pepper, burn my mouth off. Girl, your hot sauce, hella hot sauce. So far, I can't see when you top out. Girl, your hot sauce, hella hot sauce. Sauce on your anus, the sauce on my dick. My dick in your mouth, that's the finger licking shit. Put some milk on my tits, semen dip. Nee, ik man, sorry. Nee. Sorry. Wat? Sorry. Wat gebeurt hier?
Hey, la. Waarom moet je zijn? Waarom moet je zijn hier? Ja, dit ga ik nooit meer kunnen uitleggen. Goed, we gaan door. I'm a passionate person and I have many great loves. I love music. And I love sauce. Hele hete sauce. Ik wil mijn mond verbranden. Ik wil gewoon derde graads brandwonden in mijn mond. Ik wil naar de dokter kunnen gaan en zeggen, hey, ik heb mijn mond verbrand. Maar het is wel door een hele goede saus. Ik wil pijn in en om mijn mond heen. Ik wil als ik mijn saus heb aangeraakt en ik zit aan mijn ogen, dat ik gelijk blind ben. Tell that I'm pretty cool for a 46-year-old. Dude, that was lit. That's dope, that's that sauce. Wat hebben ze met saus, jongen? That's that mayonnaise, McDonald's mayonnaise sauce. That's that curry oorlog sauce. Met wat uitjes, maar niet te veel. I absolutely love to travel. And my favorite place in the whole world is Thailand. Nou, dat had ik niet geraden. Wie had dat verwacht? Dat van deze man Thailand zijn favoriete land zou zijn? Thailand? Er staat kok op zijn shirt. Heel groot midden, hier zo'n kok. Pattaya-oorlog. Dat is niet gewoon heel groot saus. Hij moet gewoon zo'n shirt met saus. About 8 years ago, I went to Thailand and it changed everything about me. I've been to Thailand so many times, you know, that I've learned a lot of the language and the culture. I got this sword imported from Thailand. Deze guy is dus naar Thailand geweest, zo vaak dat hij nu niet alleen de taal kent, maar ook de cultuur. En hij heeft daarom een zwaard gekocht. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook in Thailand geweest. Iedereen loopt daar met een zwaard. Sterker nog, iedereen snijdt daar zijn koriander met zijn zwaard. Dat is niet waar, maar dat denkt deze guy wel. The food, music, this sword is a multitasker. Maar goed, hij en zijn zwaard waren dus op zoek naar een Thaise vrouw. Nou, die vond hij niet, dus werd hij verliefd op een Filipijnse vrouw. I went on an Asian dating website to broaden, you know, my search area. Hazel is from the Philippines. She's beautiful inside and outside. And in a few weeks, Hazel will be here. Oh, nice. Dit is gewoon zijn chainkast. Of la. Ja, gewoon een kettingla. Maar hier, heeft hij bijvoorbeeld een ketting met Tarzol. Oh, Tariq en Hazel. Oh ja, schattig. Ben ik blij dat ze geen Tara heet. Tartar. Tartar. This is my chain. It says tartar. It's like meat, but disgusting. A while ago, Hazel dropped a bomb on me. You know, she told me that she was bisexual. Yes! Yes! Nice! Is there hot girls there? Like, kind of girls that I like? Yeah. Virginia Beach is full of smoking hot women. Ah, dat zegt hij echt met pijn in zijn hart. Hij is helemaal niet blij mee. Hij zegt, yeah, smoking hot women. Yeah, they hot. They hot, hot, like my sauce. They burn my mouth off. Nee, maar waarom vraag je dat aan hem? Waarom vraag je dat? Aan je verloofde, ten eerste. Of je hebt een open relatie. Maar ten tweede, deze guy moest helemaal een Aziatische datingsapp gebruiken om een vrouw te vinden. Besef dat je een datingsapp moet gebruiken van mensen aan de andere kant van de wereld. En dan ga je aan hem vragen of er mooie vrouwen zijn. Hij heeft geen idee. Hij heeft geen idee. Hij is waarschijnlijk nog nooit uit zijn kamer geweest. Of hij houdt van Aziatische vrouwen. Dat kan ook. Ja, dat is het denk ik. Oké, hey, we gaan weer terug naar Brandon. Weet je wel, die zijn moeder haat? We gotta kind of hurry because we have dinner reservations. Oh, I'm very hungry, but I need 5, maybe 10 minutes. My fiancé Brandon, we did not see each other long time. And we need time together, like romantic time. And mother say, I want Michi. Pof! Oké, die fuck off, die is ingeëdit. Ja, kijk, het lijkt alsof ze het zegt tegen die moeder. Maar waarschijnlijk liep er gewoon een stagiair binnen op de set. Sorry, jongens.
Sorry, ik ga eten bestellen en ik heb broodje Bert nu aan de telefoon en misschien willen jullie ook wat. Off! Okay, guys, don't forget, we only have a few minutes, so, like, let's hurry yes. up. Okay, not to rush you, but let's hurry it up. All right, just okay. knock on the door when you're ready. Hey, Julia. Hey, ik wil je niet beledigen of zo, maar die trui die je nu aan hebt, stering lelijk. Dat doet zij. Zij zegt, ik wil je niet haasten, maar... We krijgen 5000 euro boete als we 1 minuut te laat zijn. En dat is over 30 seconden. My mom's a k-block. Something I've dealt with my whole life. Yeah. My mom is k-blocking me since I was like 4. What the fuck, mom? She stole my condoms when I was like 11 years old. Damn! Fucking bitch! The last time we saw each other was about 4 months ago in France, and now she's here to stay, and I can't believe it. I'm so happy. I guess we don't go dinner and we have time together, and I have a little surprise for you. Fuck. Deze guy is gewoon iedereen's droom aan het beleven. Als zijn moeder dood zou zijn, dan wel. So while you're at the farm, you know that there's going to be some rules that we have to follow. Just out of respect, and I'm not sure how your culture handles this, but we thought it'd be a really good idea that you have your own room. Fuck, mom! Waarom aan tafel? Come on, kan het niet na de surprise die ze voor me heeft? Volgens mij was ze van plan om hot sauce om mijn dik te doen. Nee. En daarna eiste die moeder ook nog dat zij met haar naar de dokter ging, zodat ze geen kinderen kon krijgen. There's an accident and... No, in 26 years I never have accident about children. I live with ex-boyfriend and... It's not 26 years, it's only a few years and things happen. If we want children, we have children. Now we don't want. Make sure we find a way for you to go with me maybe to my doctor and talk about options. Fuck deze ouders. Fuck deze ouders.